De criminaliteit in het land is in het afgelopen kwartaal niet gestegen. Dit benadrukte waarnemend minister van Justitie en Politie, Ferdinand Welzijn, gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. De bewindsman deed die mededeling nadat hij flink onder vuur was genomen door enkele leden van de oppositie. Zij eisten duidelijkheid over de veiligheidssituatie in het land. Welzijn is ervan overtuigd dat de veiligheid in het land niet onder druk staat. Volgens hem vertoont het aantal misdaden in de afgelopen periode juist een dalende trend. Ik wil u, geachte lid Ednel, hier meegeven dat de statistieken, zowel van het laatste kwartaal vorig jaar als het lopend kwartaal, aangeven dat er sprake is van een verlaging van de criminaliteitscijfers. De kranten hebben mogelijk de gewoonte om van een hoofdpagina gebruik te maken om allerlei incidenten soms zelf op te blazen. Maar ik kan u wel de verzekering geven dat als we de statistieken, de geregistreerde cijfers zouden natrekken, dat er dus geen sprake is van verhoging van de criminaliteit. En dus dat het gevoel welke hier wordt geëtaleerd, alsof er sprake zou zijn van angst en vrees in die samenleving, dat kan mogelijk zelfs bewust worden gedaan. De leden konden zich echter niet terugvinden in de antwoorden van Welzijn. Krishna Mathura en Patricia Ednel staken hun ontevredenheid niet onder stoelen of banken. Minister, u bent Surinamer, u woont in Suriname. Gisteren waren er 2 overvallen. Eentje in een Chinese winkel, 3 rovers gepakt. En eentje in Noord, waarbij er een jonge fan van 21 jaar is doodgeschoten. Minister, mijn vraag aan u. Waarover heeft u het als u zegt dat er statistieken zijn en dat we niet bang hoeven te zijn? Minister, criminaliteit neemt toe. U ziet het, u merkt het op. Wat gaat u doen? En als u van mening bent dat het misschien te zwaar voor u is om 2 ministeries te draaien, dan moet u eigenlijk vragen aan de regering dat er een minister komt van Jospol. Want het is een te belangrijk ministerie om er grappen mee te maken. Wij hebben hier, en ik zeker, heb ik al 3 jaren gevraagd, en u heeft het ook ondersteund, zelf die conclusie getrokken, gevraagd naar cijfers, statistieken over criminaliteit. Ja. Tot vandaag hebben we niet gehad. Maar wat ik de minister hoor zeggen vandaag, is dat parlementariërs bewust bezig zijn het gevoel van onveiligheid te versterken. Terwijl wij hier al 3 jaren vragen, ja, van minister, regering, okay, kunt u ons de statistieken geven? Ja. Assembleelid Krishna Mathura en daarvoor Patricia Ednel gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. Zij hebben minister Welzijn van Justitie en Politie behoorlijk onder vuur genomen over de criminaliteitsaanpak.